Baal wel, ja. Baal enorm. Baal enorm dat ze weg zijn. Ik hoop dat we niet weer overkomen en ik hoop dat we die vervangen. Ja, het zijn 7 echt hele goede gitaren. En ja, voor een leek, het is niet een doorsnee gitaar. Het is geen gitaar van een paar tientjes of een paar honderd euro. Het zijn allemaal gitaren van een paar duizend euro per stuk. En de goedkoopste was denk ik ongeveer 1000 euro. 7 exclusieve gitaren dus. In 1 nacht waren ze weg. Maar hoe zijn de inbrekers te werk gegaan? Hier hingen nog 7 gitaren meer. En heel gek genoeg, die hebben ze laten hangen. Toch een hele mooie gitaar. Anno Galma. En ja, ze hebben er gewoon 7 meegenomen. En die hebben ze door het raam naar buiten geteeld. Daar stonden 2 mannetjes. Eentje stond er binnen. En ja, zo is het gegaan. Binnen een paar minuten waren ze weer weg. Rudy baalt van de inbraak. Niet alleen zijn zijn gitaren weg, maar ook voelt hij zich niet meer veilig. Zolang er nooit wat gebeurt, voel je je veilig. En dat is in één keer weg. Dat is in één keer weggeslagen. Je hebt nou een gevoel, je kijkt om je heen en denkt, oh, daar moet ik ook wat aan doen. En daar moet ik wat aan doen. En daar zijn we op het moment druk mee bezig. En ja, het geeft een heel onveilig gevoel. Er worden camera's opgehangen in de winkel. Voor nu blijft Rudy hopen dat hij zijn instrumenten weer terugziet. Wanneer ze in Nederland of in Duitsland of in België aangeboden worden, dan denk ik dat ze boven water komen, ja. Ze zijn te opvallend. Het is geen handel wat je overal kwijt kunt. Dit is onder gitaristen, dit zijn gitaren voor gitaristen, voor echte gitaristen. En die weten, denk ik, nadat het 500, 600 keer gedeeld is op Facebook wel, dat het gestolen waar betreft.